paal. Daar is Reza, daar is Reza! Wat een debuut! Eerste kans, eerste treffer voor Zwolle, voor Reza Hoshanejad. Saimak kan meegeven aan Van Wermerskerke. Nu dan een goede voorzet van hem. Ja, daar is hij! En daar is Reza dus de man van de wedstrijd. Met zijn tweede en de 3-2 voor PEC Zwolle. Hamer, Bellassani bij zich. Hij kiest voor de hat-trick. Hij kiest voor de man die een entree in Zwolle kent. Zoals je het maar zelden ziet. Reza, Reza. Het is de grote Reza-show. Want dit is 4. Hamer, leeballetje, Clement. Neemt de bal de ruimte in. Clement met de voorzet. Koopmans niet. Niet vast. En daar het doelpunt. Maar dan is het buitenspel. Gaat die treffer van Reza dus niet door. Er ligt er één op de lijn, hè? Dus ik denk dat deze goal gewoon gaat tellen. Dat dit gewoon 2-1 voor Zwolle wordt. En is het dus een goal. Is het toch 2-1 voor PEC Zwolle. Dat heeft even geduurd, maar het is de juiste beslissing. Want de uitleg is dat er geen overtreding gemaakt wordt op Koopmans. En buitenspel is het niet. Een uitgesteld feestje voor Reza. Corner deze keer met Hamer. En daar is het, de 2-1 door Reza. En de spanning is terug in de wedstrijd. Reza Kuzjanejad en PEC Zwolle staat op voorsprong. In de 90ste minuut is het 3-2. Veray. Het is geen onaardige bal. Daar is Reza en hij doet het dus weer. Je kunt toch niet meer. Veray. En daar is Reza helemaal vrij. Reza en het is gelijk. De druk nam toe van Zwolle. En het is in. Dat is een beetje onbekend. Een scherpe bal Reinders en daar is Reza. En dan is het ook nog 2-1 voor Zwolle. Valt het hier? Leiden. Het leek gewoon niet voldoende voor een strafschop. Het was in ieder geval heel licht. Maar ja, hij wordt toch gegeven. Hoshanejad, voor een deel altijd al een beetje opgegeven. Zoals heel Willem II in de beetje. Heeft nog niet echt punten kunnen pakken voor Sparta dit seizoen. Zou zich nu kunnen laten gelden. En dat probeert hij, maar hij kan er net niet bij. Over een welgemikte strafschop gesproken. Bij de palen om de bal met de hand nog vanaf te halen van de lijn. En uiteindelijk is het 2-0 via Reza en een flipperkast goal. En zo slaat. Hier was hij al dichtbij. Reza die niet goed controleert, onbedoeld een assist geeft. En ja, niemand pakt zijn makker.